Oh! Kijk, kijk, kijk wat je doet! Wat doe jij? Wat is dat links en rechts? Oh. Saf in mijn vuist, raak jouw tanden! Je osso in beslag, je chickie in beslag, je moeder in beslag, je auto in beslag. Wat ga je al je vrienden meenemen hier naartoe, chap? Ik heb Pieter en Johan gevraagd of ze mij hier even af konden zetten met hun auto. Want ik heb nog geen rijbewijs natuurlijk. Dankjewel, hè? Zo lang bezig. Ik mag het toch af en toe, ja. Hij heeft een beetje... Gertje, moet ik jou... Ik weet niet wie ik moet klappen. Jou of deze chap? Misschien komt mijn stem wel terug dan. Moet ik jou klappen omdat je hem hebt meegenomen? Of moet ik jou klappen omdat je zo'n chap bent? Donder op, loop. Ga, wil je nog rijles of niet? Hij had hockeykamp en daarom is zijn stem een beetje weg. Maar dat kan hij ook niet zoveel. Hockeykamp? Ja, zijn ouders hebben mij moest op hockey. En jij, welke sport zit jij? Ik zit nu even niet op een sport. Dat is te zien. Hola, ey. Kom nog één keer in mijn buurt, hè. Kom nog één keer in mijn buurt, ik geef jou eentje. Dankjewel voor het brengen. Jij gaat nog steeds praten tegen die chappies. Wat is met jou? Ah, waar ken je hem van? Het zijn vrienden van mij. Mijn vader is bevriend met de vader van Johan. En wat voor vrienden zijn dat dan, Mattie? Nou, ze brengen... Stel je voor. Je zit in gevecht, hè. Gaan zij jou helpen? Misschien wel, ja. Maar ik kom nooit in gevecht. Ik heb wel één keertje ruzie gehad met iemand. En toen renden ze wel weg. Maar dat was volgens mij voor iets anders. Volgens mij moest iemand van hun naar de wc. Wolle, is dat in gevecht? En jouw Mattie staat erbij, ze rennen weg. Ja, maar iemand moest volgens mij naar de wc heel nodig. Waardoor... Oh, Mattie, ben je dom? Is toch geen Mattie? Zou jij mij wel helpen dan? Tuurlijk niet, jou niet. Maar mijn eigen Mattie wel. Daar waren ze. Dankjewel! Gaat hij weer, hè? Weer, hè? Laat die gordel zitten, wat doe je? Ja, maar... Kom, ga rijden, rij. Poephoofd. Maar jij doet je gordel wel om en dan waarom heb je het gewoon in je camera? Hé, wat luister, dit gaat mij rijk maken. Rijk? Snap je? Ja, als ik hiervan rijk word, deze vlogs, ik ga miljoenen verdienen. Is dat en dan, nou, ik ga jou nog rijles geven. Is dat zoals Enzo Knol wil jij? Wil jij Enzo Knol worden? Dat is je moeder Knol. Je hebt nog handrem erop, hè, poephoofd. Kijk die kijk, hij remt. Hij rijdt met die lampje aan. Nee, maar ik deed het... Huh? Nu is hij uit. Dier, ey, je weet wat dat gaat kosten, hè? Die handrem kapel, hè? Je gaat die betalen, hè, Mattie? Oh! Kijk wat je doet! Ga terug! Oh! Wajo, hij gaat nog steeds die kant op. Ga terug, hè, Mattie! Wat is met jou? Waarvoor is die bril? Voor beter te zien, man. Kan jij beter zien? Ja. Dan Asafi, jij kan me goed zien, maar jouw hersenen werken niet dan. Wacht even, jij hebt je gordel wel, hoor. Tuurlijk heb ik mijn gordel, ik ben verantwoord. Kijk jij? Jij niet. Jij rijdt als een zwerver. Heb je ooit een zwerver gezien met gordel? Nee. Dat bedoel ik. Jij rijdt net als een zwerver. Ga hier naar links. Ga naar links hier. Boah, kijk uit voor die auto. Oh, kijk die chickie. Vind je haar lekker of niet? Zou je haar geven of niet? Wat? Zou je haar geven? Wat geven? Zou je haar geven? Wat? Ja, wat geven? Zou je haar geven of niet? Ik heb niks nu. Wat? Ik heb niks bij me. Wow, joh, echt dom, boy. Wat moet ik haar geven? Zij keek naar ons, jij keek omdat je als een... Hier, nog eentje. Wat zou jij haar geven dan? Vriend, wat denk je dat ik haar zou geven? Een roos? Of vind je haar niet knap? Ten eerste, wat moet ik met een roos? Dat vinden vrouwen leuk. Als Zeg maar, jij weet wat vrouwen leuk vinden. Ik heb ooit een keer een meisje op school een roos gegeven. En? Accepteerden ze die? Nee, maar nee. Dus hou je bek dan dicht. Wat ga je mij advies geven? Ja, ik zag dat ooit bij... Links! Op Nickelodeon, bij een tekenfilm, kreeg zo'n meisje roze en toen werd ze verliefd op die jongen. En toen dacht ik, hey... Oh. Jij bent zo'n boy, als chickie je geld van jou wil, je geeft haar geld. Ja. Eerlijk of niet? Ja. Soms. Ewa, f*** dit man. Wat is dat voor een kenteken dan? Dat! Ewa, die kenteken is speciale kenteken, die krijg jij ook. Is het 45 km per uur? Nee, hij heeft gewoon zelf die kenteken geschreven. Oela Strader! Ik denk die is van Rashid, denk ik. Ja, hij moest die auto importeren, maar dat kost veel geld. Maar dat is gewoon met een markeerstift gedaan. Tuurlijk, waarom niet, broer? In Marokko rijdt iedereen zo. In Marokko hebben mensen niet eens kenteken. Echt niet? Tuurlijk niet. Wat moeten ze met kenteken? Laat die auto voort! Ewa, Strader! Ik ben in zijn huis geweest, hè. Van wie? Van die jongen. Hij lag te slapen. Zijn vriendin ook. Huh? Ja, vriend. We zijn een uurtje binnen geweest, alles was weg. Hoe dan? Waarom is het weg? Waarom? We moeten benzine betalen. Jij vernukt die benzine, hoe betalen we die anders? Dat is echt. Heb je wat gestolen? Nee toch? Ewa, je weet toch, soms ewa, soms links ossoetje, soms rechts bijkatje. Nee toch, je hebt het niet echt gestolen, man. Nee toch. Toch? Nee toch, man. Maar jij steelt toch niet?
Nee. Geertje, als ik tegen jou zeg, ik zou nooit stelen, geloof je mij dan? Ja, want liegen, dat moet je niet doen. Precies, liegen moet je niet doen. En dat zou ik nooit doen. Kom, kijk hoe lang je al rijdt. Ga terug. Wat doe jij? Wat is dat links en rechts? Kies, wil je links of wil je rechts? Dat was een scherpe bocht, mo. Scherpe bocht, je krijgt dadelijk een scherp stuk metaal. Oké, hij gaat ook nog een rug door. Ik zeg tegen jou, ga terug, kijk waar hij naartoe gaat. Ja, maar dat was toch... Wil je mij ontvoeren? Dan mag je toch niet in die weg? Luister. Dit heb ik geleerd, bij theorie, je mag... Fuck die theorie! Als Chick je vriend heeft, je mag er niet in, ga je er dan niet in? Wat? Wel toch! Dat zijn toch geen verkeersborden bij Chickies? Ja, ik heb dingen gezien die je niet weet, broer. Ga rustig over die drempel. Als die bumper die drempel raakt, raakt mijn vuist jouw tanden, oké? Okay? Saf in mijn vuist, raak jouw tanden! Oh, ik schrok echt even. Ik dacht dat je het meende. Denk ik ga jou slaan met camera aan? Tuurlijk niet. Geen zorgen. Doen we als die camera uit is. Nee toch? Nee toch? Waar moet ik staan? Sta maar waar je wil, ik heb schijt, ik heb geen zin meer, man. Ik heb warm in deze auto. Ga maar waar je naartoe wil. Rij maar alleen, is zelfstandig les, is de nieuwe les. Shuk, olle echt shit. Ik neem je tv mee, breng meer pakketjes dan de DPD. Met de vieze snitch ga ik nooit in zee. Kijk hoe hij rijdt, kijk hoe hij rijdt. Kijk hoe hij rijdt. Olle, ik ga jou één verse vuist geven nu. Ik ga jou één verse. Je raakt die stoep ook nog. Wat ga je die stoep raken? Ik zit vast, volgens mij. Ja, ik zet jou vast in een kelder. Zet die auto normaal, parkeer. Parkeer, stuur bij, rechtdoor. Kijk waar hij nog op wacht. Broer. Hé, hey, ga die stoep op. Ga terug. Ola, mijn godje. Ola, echt een sukkel. Stop. Laat maar staan. Stap uit. Is hij zo goed? Wat goed? Kijk, hem ook nog vragen. Ga eruit. Ga er hier, pak. Ga eruit. Ga jij parkeren? Nee, broer, ik ga die auto hier midden op de weg laten staan. Maar hij staat ook best wel recht. Als je zo kijkt, lijkt het wel recht. Zo, hé. Wat zit je mij nog te filmen? Ja, maar... Ik kan je eentje geven. Ik snap gewoon. Wat zit je mij nog te filmen? Als je meer vlogs wilt zien, nou wat klik op die duimpje. Nou wat represent je buurt in de reacties. Laat weten uit welke stad jij komt. En als je nog een sketch wilt zien, nou wat klik op die beeld, hè.